je roken eigenlijk? Ja, je mag roken als je... Vanavond, wat ben je eigenlijk, als ik jou moet omschrijven? Ben je actrice of theatermaakster, presentatrice? Ja, maak er maar wat van. Adelheid Roosen, ja! Ik wist hem niet dat we al... Nee, sorry. We zitten nu in het uitzending. Voor het echt, ja, dat was het al. Ja. Jij liep drie keer door die klapdeur. Omdat ik repeteer met dit publiek. Maar wat repeteerde je dan? Dat ze iets spontaner klappen. Een beetje het Joop van de Ende gevoel moeten we hier... Oh ja. Het moet hard klappen. Hoe gaat het met je? Nou, lekker een beetje licht in mijn hoofd, maar verder... Hoezo licht in je hoofd? Oh. Hoezo licht in je hoofd? Ja, volgens mij wist je dat toch al, of niet? Nou, ik vraag... ik stel je gewoon vragen. Ja, maar ik ga niet 20 keer aan jou hetzelfde vertellen wat ik al verteld heb. Maar jullie weten tot thuis niet waarom ze licht in de hoofd is. Maar dan moet je niet zo intoneren van alsof jij het voor de eerste keer hoort. Oké, nou vertel jij nog voor de 20e keer waarom jij je licht in je hoofd voelt. Nou, ik ben vorige week gevallen, ik heb een lichte hersenschudding. Meid, vertel eens. Maar tegenwoordig mag je daar gewoon rechtop mee lopen. Maar waar ben je gevallen? Ik ben wel gewaarschuwd voor dit programma door de dokter. Hij wist van niks. Hij zei, je kan gewoon alles doen, maar niet. Leo, waar ben je gevallen? Bij de tram, hè? Ik ga nu maar alles gewoon in je mond leggen. Ja, ik rende naar lijn 10. Ik bleef haken met de punt van mijn schoen zo in mijn broek. Dus ik projecteerde mezelf als het ware. Hoe heet dat nou? Je lanceerde jezelf voor soort Schiphol. Ja, en toen viel ik op mijn harses. En toen dacht je, licht hersenschudding, toen ben je gelijk naar huis gegaan? Nee, toen ben ik ontzettend gaan janken. Toen heb ik, op straat? Ja. Maar ja, goed, dat kennen we wel van je. En toen... Oh, Adelheid jankt weer. En toen ben je... Oh, Adelheid jankt weer. Nee, je gaat zitten. Maar toen ben je naar je... Toen ben je naar het theater gegaan, waar je op dit moment speelt. En toen hebben al die acteurs allemaal hartstikke lief. Hebben die natte lappen gehaald en koekjes en thee en waar ben je gewoon lekker naar huis gegaan? Ben je in bed gaan liggen? Ja, omdat ik dan toch bij hem wil zijn. Je moest doorrepeteren. Ja, maar ik heb dan ook wel iets van dat ik dan... Of is een beetje aandacht trekken? Dat gaat gelukkig allemaal over jou, dit soort opmerkingen. Nee, ik vraag het gewoon heel normaal. Nee, maar ik had al antwoord gegeven en dat meende ik echt. Die wilde bij die mensen zijn. Ja, ik wilde heel graag bij je zijn. Of had je verantwoordingsgevoel, we moeten door, want we zitten voor een première. Ja, ook. Dit is een combinatie van dingen. Maar toen hebben zij een bedje gemaakt in de kleedkamer. En toen lag ik daar en toen werd ik daar eigenlijk alleen nog maar verdrietiger van. Toen dacht ik, ja, maar ik wil zo graag bij jullie op het podium liggen. Nou, toen hebben ze een bedje op het podium gemaakt. Kan je heel raar om lachen, maar dat herkennen volgens mij duizenden. Toch als je ziek bent, mensen. Is het toch heerlijk dat je dan juist in de huiskamer ligt. Met dat gekwetter van je ouders en je broers op de achtergrond. Maar lieve Adelheid, je gaat liggen bij mensen die aan het toneel maken zijn. Dus je kunt ook zeggen, ik ga naar huis en dan kunnen anderen door met werken. Dat had ook gekund. Ik denk er echt over. Nou, ik vind het een ontzettend goede vraag. Want het grappige is, het is in mij niet opgekomen. Dus dat zegt wel wat over hoe wij met z'n zessen omgaan. Ik ben er niet opgekomen om niet te gaan. Nee. Nou, en je werd ook heel goed opgevangen. Ja. Nou, als ik over jou nadenk, heb ik één vraag. Ik mag alles vragen aan je, hè? Ja, absoluut. Waarom heb je nog geen kinderen? Nog geen. Dus je denkt dat die nog komen? Nou, ja, dat hoop ik toch wel voor je. Oh, ja? Leuk. Ja. Oh. Jij bent een kind, lijkt me echt die hond. Daar ben ik nu al op uitgekeken. Ik wil nu nog met een kind zien. Ah, die hond is zo lief. Ja, maar die... Ik denk niet, Paul, dat het ervan gaat komen. Stel het nu wel. Ik ga gelijk heel raar zitten. Nee, maar ik denk niet dat het ervan gaat komen, Lee. Het is een kwestie van geven en ontvangen. Ah, nou ja, echt. Nee, ik vind het allemaal goed, meid. Nee, waarom wil je geen moeder worden? Met mijn been zag ik zo weg. Waarom wil je geen moeder worden? Waarom ben ik Heb je er wel eens over nagedacht?
Ja, ik heb er heel vaak over nagedacht en ik probeer jou een zo helder mogelijk antwoord te verschaffen. Ik heb in een repetitieperiode gedroomd. Deze of ben je vorige productie? Nee, deze repetitieperiode gedroomd. En toen, het ging over Lieneke, die hier straks ook komt, Lieneke Leroux. Toen ging ik samen met Lieneke... Die al twee kinderen heeft. Die twee kinderen heeft, naar het zuiden. Wat in land. Een droom, gewoon naar het zuiden. En toen droomde ik dat ik mijn kind ging ophalen. Jouw kind? Ja, ik ging mijn kind ophalen. Ja, echt waar. Ja. Ik heb Lien opgehaald, die ging naast me in de auto. Ik was wild enthousiast. Ik zei, Lien, ik ga mijn kind ophalen, ik ga mijn kind ophalen, ik ga mijn kind ophalen. En toen was Lieneke heel lief, maar ook heel beetje zo voorzichtig. En die zei, nee Adelheid, het is jouw kind niet. Het is een kind, maar het is niet jouw kind. Maar betekent dat het een foster parents kindje is? Of dat je. Weet ik niet, dat is het. Ja, dan ga je toch gelijk denken: wat is die droom? Dan ja, verklaren. Ja, maar, je droomt niet in foster parents. Nee, maar als je. Echt niet. Maar als je wakker wordt, kun je toch denken: wat zou het zijn? Nou, misschien adopteer ik later een kind. Ja. Of krijg ik een kind in mijn schoot geworpen. Nou ja, dat denk ik. Nou, dat lijkt me leuk. Ik noem dat altijd: op een gegeven moment loopt hij ineens de hoek om. Nou, goed. Dat is stel je voor dat hij niet om dat hij de hoek om komt, maar hij gaat twee deuren verder en hij komt dan bij mij binnen. Stel je voor dat dat kind aan jou voorbij gaat. Zou je jezelf, stel je voor dat je binnen 5 jaar jezelf kan laten klonen. Zou je dan jezelf laten klonen? Nee. Kom op, nee. Ach nee, schij uit. Het lijkt ons heerlijk om 2 Adelheid-roosters te hebben. Een soort stereo-hysterie. Oh, nou jij bent lekker. Cabaret. Cabaret. Nou. Cabaret. Daar had ik nog een woord voor. Zou je niet willen klonen? Geïmplodeerde homo's. Ja, versus hysterische... Wat zijn geïmplodeerde homo's? Nou ja, dat ik denk van het woord hysterie is vind ik zo... Het is overdreven, het is ook wat tussen aanhalingstekens. Ja, daarom, maar ik vind toch dat je dat telkens even... Daarom zeg ik het ook heel rustig tussen de regels door. Wat is geïmplodeerde homo dan? Wat geïmplodeerd? Een hysterie is een extreem van het naar buiten treden. En waar ik heel vaak pissig van word, is dat het naar buiten treden heel vaak wordt aangevallen. En het naar binnen geklapte, dus het extra naar binnen geklapte, wordt altijd ervaren als nou, dat in ieder geval braaf en lekker. En... Jij kan niet tegen mensen die maar stil hun besluiten uitvoeren of stille willies. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen maar dat de aanval heel vaak bij de explosie zit en nooit bij omdat het imploderen. Die mensen stellen zich het kwetsbaarst op, natuurlijk. En daarom zit daar de kritiek. Denk het? En bij die mensen die helemaal naar binnen gekrapt zijn. Ja, daar hoor je niks van, dus daar zeg je ook niks over. Precies, nou ja, zoiets als jij, dat is dan de andere kant. Nee, ik denk dat ik ook licht hysterisch ben. Ja, echt waar. Ja, maar lig jij nou wel eens, lig jij wel eens echt, want ik denk wel eens van, god, zou ik nou gewoon zo'n tut zijn die dat enige heeft? Lig ik wel eens? 'S Avonds in je bed, echt pijn te hebben, dat je die pijn ik voel dat zo in mijn lijf. Maar soms heb je het als je er niet meer uitkomt, dan ben je dus extra vet hysterisch bezig geweest. En dan lig ik in bed en dan heb ik zo, dan denk ik, oh, ik weet helemaal niet hoe dit gaat aflopen. Of wat de consequenties daarvan zijn. Want ik heb het aan de lijf ondervonden. Dan ben ik erg van streek. Ja, dan kun je het is wel zo. Ja, nee, dat ken ik. Maar ik heb het ook heel vaak niet. Maar zeg jij nou... Zeg, zullen we naar die bank gaan? We gaan het programma presenteren. Hebben jullie zin in? Dan wordt dit Late Leeuw gepresenteerd door Paul de Leeuw en... Paul de Leeuw! Adelheid Roosen, ja. We moeten heel erg opschieten, want we maken weer veel te veel tijd. We gaan ze maar gelijk voorstellen. Het zijn jouw culturele... Waar zijn ze? Ja, ze komen er nu aan als ik je voorstel. Het zijn de mensen, de cast van haar productie, van Adelheidsproductie. Kniel met je goede been. Hier zijn George Groot, Hans Mann in het veld, Jeanine Stroop, de Tine Stilte in de Steek en Lieneke Leroux. We zijn weer thuis, hoor. Waarom wij dit doen, is omdat dit een productie. Zij is natuurlijk met een productie. Terwijl Adelheid die gewoon barkeept. Zij doen een productie op dit moment. Knielen met je goede been. Kniel met je goede been. Kniel met je goede been. En kan jij nou bij iedere persoon 1 zin duidelijk maken waarom die persoon juist bij jou wilde hebben voor dit project? Nou, dat is eigenlijk een hele leuke vraag. Dat is een ontzettend leuke vraag.
Als het antwoord komt, zou ik heel blij zijn. Ja. Omdat George zo stellig is. En daar schuur ik mij aan. Daar schuur je je aan? Daar schuur ik mij aan. En daarom hou ik heel veel van hem. En wat betekent aan iemand schuren? Dat je dan, dat je daardoor gestimuleerd wordt? Of ja, dat je scherper wordt. Ja, dat is duidelijk. Shireen heb ik gevraagd omdat ik van haar het ontzettend leuk zou vinden als zij 40 jaar naast mijn moeder had gewoond. Dan had de tuin van mijn moeder er hartstikke anders uitgezien. Dat lijkt me ook leuk om te horen als je op toneel staat en je denkt, ik had beter de tuin kunnen gaan doen bij de moeder van Adelheid Roosje. Nee, maar... Of is het ook een symbool? Die zit er ook in. Die heb ik nooit Ja, die zit er ook in. En bij haar eindigt alles in vrede. Ben je ze ook zo? Ben je geen conflictenvrouwtje? Nee. Nooit? Ja, wel eens. Maar niet echt als buurvrouw niet. Niet als doel. Nee, niet als doel. Als middel. Dan ontspat het haar. Ja, maar niet... Titus? Titus heb ik gevraagd omdat als er iemand in het leven allemaal mensen gaan dood. Als hij dood zou gaan, zou ik dat ga ik daar niet dood aan. Maar het is het ergste wat er vlak onder komt. Oh, ja, ja. Nou, is duidelijk. Coma. Hoe verzint hij het? Nou, daarom. Ook cabaret. Ja, als ik het doe, dan ga je helemaal niet zeggen cabaret. Dat is hetzelfde. Nee, maar hij is zo... Wees, is het weer kunst? Het is weer kunst. Het is weer kunst, hè, Guus? Nee. Hij is zo... Hij zegt het zo prachtig kort. Ja. In tegenstelling tot ons. Ik zeg dat iets heel korts, wat jij gelijk op inhakte. Wat was er dat je Hans hebt genomen? Hij is zakelijk heel goed. Hans, jij wou nog iets zeggen volgens mij. Of zal ik jou iets vragen? En dan nog even dan kort Lieneke. En naam Lieneke? Ja, nee, maar Hans... Ja, maar dan mag je de naam van Hans. Eerst even naam heb ik Lieneke genomen. Lien, omdat zij heel veel vragen stelt voordat ze je de deur wijst. En dat is een soort prettige manier van waarschuwen. Dus je hoeft bij haar niet meteen weg. Je mag bij haar gewoon zitten, je krijgt koffie. En dan mag je uitgebreid de dingen langslopen en dan... Maar waarom wijst ze je dan de deur? Omdat ze dat uiteindelijk niet met je eens is. Ze waarschuwt ook wanneer de geduld op is. Ah, ja. En nou is het afgelopen. Ja. Precies. Ja. Goed. Hans Manningsveld van je zaken, die wil je nog heel graag een vraag stellen. Stel die vraag. Stel die vraag. Ja? Mag ik ook je vragen? Wat wil jij graag dat ik jou vraag? Oh. Nou, waar het programma over gaat en waar we het spelen en dat soort dingen. Dat is je zaak. Daar wil ik even over die voorstelling beginnen, want die voorstelling heb ik helaas nog niet kunnen zien. Die voorstelling is vorige week in een try-out gegaan, die zou de afgelopen zaterdag in première gaan en dan hoor je opeens de première is uitgesteld. Bij ons komt er dan een discussie, is die uitgesteld omdat het artistiek nog niet goed is, of is die uitgesteld omdat na de eerste try-out vorige week donderdag er nog veel aangesloten. Hij is nog niet af, mag ik het zo zeggen? Ja. Jullie zijn met z'n zes op zichzelf staande grote mensen, of die echt wel iets kunnen. Waarom is die voorstelling nog niet af? Daarom maar ik wil even George. Nou, die voorstelling is niet af, omdat je als je met z'n zessen aan het werk gaat en je gaat iets maken vanaf nul, met z'n zessen in de repetitieruimte, niemand ervoor, alleen een taperecordertje aan, dat is een enorme klus, vooral als je gedaan hebt wat wij allemaal gedaan hebben. Want wij, zonder dat we het tegen kunnen houden, brengen wij enorm onszelf in en onze hele ervaring. En dat heb je niet in zes weken ineens allemaal in één stroom. Dat zou wel moeten kunnen. Ja, het zou wel moeten kunnen. En maar zijn jullie daar te lui in? Even een aanvulling. Wij blijken het pas te weten als we gespeeld hebben. We wisten de eerste avond toen we het gespeeld hadden meteen hoe het verder moest. Maar tot op dat moment, als er nog geen mensen zitten, dan blijf je heen en weer. Maar het risico is, want jullie hebben ons vorige week donderdag gespeeld. Ik vroeg vanmiddag van, hebben jullie nog gerepeteerd deze week? Jullie hebben allemaal weer andere verplichtingen. Dus word je dan niet nerveus? Heb je het idee, gaat deze productie lukken? Of dat je denkt, ik wil eruit stappen, ik heb hier geen zin in. Ik helemaal niet. Nooit overwogen? Veel te spannend allemaal. Niet uitgaan, maar wel dat je denkt, niet nu nog veel dagen werken. Dat heb ik meer, dat ik denk... Weet je wel? Mag ik spelen? Ja, met het spel gaat het dan, elke avond wordt het dus een stukje beter? Of klopt het nu al? We hebben drie keer gespeeld en iedere keer was het leuker dan de vorige avond om te spelen. En met elkaar op het toneel te zijn, met mensen in de zaal. Dan ben je heel anders. Maar gooi je, ja? En ik vind het nu al een juweeltje. En daarom doen we de voorstelling... Maar jij bent die zakelijke man, hè? Maar is het een soort sessie?
Van een probleem, ja. een vraag die Adelheid stelt en aan jullie vraagt. Nee, dat moet je niet steeds die kant op drukken, want dat lijkt dan weer even, maar dat is niet zo. Er zijn gewoon 6 vrienden bij elkaar die op de zondagmiddag bij elkaar komen en gewoon alle dingen van het leven aansnijden. Nou, heb je er per middag dus maar 3, dus wij hebben op het toneel ook maar 3. Maar heel belangrijk. Nou ja, net zoiets als is dit een sessie? Wat hij nu doet? Ja, wat jij doet. Gewoon. Wat hij nu vandaag. Mijn programma is geen sessie. Nee, nou dan is het dat van ons ook niet. Ik weet wel waar ik naartoe wil met mijn gasten of met mijn interviews. En ik vraag me af of jullie dat wel weten waar jullie naartoe willen. Ja. Nee, maar we weten wel waar we naartoe willen. Ja. Naar een heel avond entertaining, boeiend, zinvol theater. Precies. En als onverwachte wendingen. Precies, en als je 6 intelligente mensen bij elkaar zet en je hebt koekjes en thee en taart en allemaal. En je zegt, jongens. Wordt er nou slecht of goed in Nederland opgevoed? Nou, dan meteen heb je 2 uur praat je ergens over. Niet van dat je een conclusie moet maken aan het eind of een bulletin moet maken van er wordt goed of slecht opgevoed. Maar wel dat je het heel lekker over hebt. Maar speel jij jezelf op het toneel? Helemaal. Altijd speel jij jezelf. Altijd. Speel jij jezelf op het toneel, Hans? Ik speel een soort Berend die aan het eind een beetje gaat twijfelen of hij wel bij het clubje wil blijven. En eigenlijk in het weekend waar hij niet bij het clubje is, op school extra spot op Schiermonnikoog. Dus het is persoonlijk doe ik dat niet. Maar jij speelt meer een rol? Nou nee, je zoekt de kleuren ten opzichte van elkaar. Dus we moeten niet allemaal hetzelfde gaan spelen als Adelheid speelt. Dus ik zoek een beetje iemand die heel moeilijk vindt om zijn emotie te tonen. Dus als er iets gevraagd wordt, nog steeds op het toneel gaat blozen of zo. Dat is die figuur die Berend heeft. Dat zal ook wel iets met mezelf te maken hebben. Dat ontdek je en dan neem je materiaal van mee. En precies. Dat dingen. Dus, ja. En dan speel je elke keer, na afloop praat u erover, hoe het beter kan. Ja, vooral ook met de mensen die ernaar gekeken hebben. Dat is ook heel leuk. En komen daar leuke reacties uit? Hartstikke. De bar omzet bij Art & Pro was nooit zo hoog geweest als de keren dat wij waren. De bar omzet bij Art & Pro. Je kunt ook uit ellende gaan drinken. Maar god, dat is een kutavond, laat ik nou maar gezellig. Omdat al die mensen na afloop gewoon het willen horen. Ik vind het zo'n slap antwoord, Johnny. Nee, de bar omzet is nooit zo hoog geweest. Nee, van het napraten. Het napraten. Maar dat is hartstikke leuk. Ja. Maar mag ik iets heel erg, echt, iets heel erg echts vragen aan jou? Nee, niet gelijk. Oh god, je wil helemaal niet Nee, gaan vragen. Niet oh god, maar wanneer ga je nou weer eens in een lekker echt stuk spelen, Adelheid? Nee, dat bedoel ik niet. Dat is hartstikke goed. Wat geschreven is, bedoel je? Ja, of iets wat je wil, of iets wat... Dat zou ik wel zo graag eens willen zien. Welk genre? Als ik nu eerst denk, hoe is Freddie Virginia Woolf bijvoorbeeld? Dat jij dat dan nou speelt? Het George bijvoorbeeld. Niet doen. Waarom dan niet doen? Ja, we begrijpen wat ik ermee bedoel. Ik denk, god, kom eens. Nou, het rare was vorige week, want Frans Draaert heeft de eindregie gedaan. Dus daar hebben we hartstikke veel aan gehad. En die liet vorige week Adelheid en George dus een scène lezen van een stuk wat hij aan het schrijven is. En toen dacht je, wat fantastisch zeg. Klinkt dit goed en wat een goede scène is dat. Dus, wie weet. Ik zou net iets ertussenin van wat Hans net zei. Ik speel die scène met Titus vorige week. Wat ik wel heel erg leuk vind aan de regie van Frans Draaert, is dat je wel dat ik wel dat gevoel krijg wat jij nu bedoelt. Dus hij gaat iets kanaliseren, hij gaat iets proberen te containen. Hij gaat mij dingen weglaten, bewegingen, te veel woorden. En dat brengt hij in een bepaalde gleuf. En dat vind ik een hartstikke leuk gevoel. Ja, dat er iemand, snap je? Maar het is altijd idee, het komt bij jou vandaan. Jij hebt een idee, jij wil iets maken en wij kijken ernaar. En de ene keer lukt het, de andere keer denk ik, nou, wat minder. Of de andere keer is het geweldig. Maar het is altijd, jij komt met het idee. Stel dat iemand anders met het idee komt dat jij daarin meegaat. Ja, maar vind je het wel interessant om dat te doen, in andermans idee stappen? Oh ja, heerlijk. Het lijkt me hartstikke leuk, maar het moet iets zijn wat past. Ik zou zeggen, als je er zoveel ambitie in die richting hebt, drop een ideetje in mijn brievenbus. Ik vraag me af, is dat peuren in jezelf? Word je daar niet soms moe van? Ik denk, waarom ga je niet eens een stap verder? Maar dat is helemaal geen peuren in jezelf. Dus ik heb daar totaal geen last van. Je kan ook vragen, ik voel me, het klinkt een beetje dom te zeggen, maar ik voel me diep dankbaar en gezegend met een soort van talent, zal ik maar zeggen. En ik leef dit leven. Wat zou ik allemaal moeilijk gaan doen en allemaal bij mensen gaan lopen? Ik werk ook al heel vaak met George. En ik denk elke keer naar deze, ik krijg daar geen genoeg van, snap je? Ik bedoel, dat is een fascinatie waarvan ik denk, waarom zou ik... Ja, ik weet het niet, ik snap waarom.
nou, een keer los te gaan. Want waarom zou je niet zeggen, laten we eens met z'n zes een voorstelling gaan maken. En we nemen het uitgangspunt. Paul, dat is... Het klinkt een beetje, Paul, alsof je denkt, dit is allemaal zwaar en niet leuk. Nee, dat zeg ik. Dat klinkt helemaal, dat nee, maar zo klinkt het. Dat nee, je denkt, nee, we gaan nou eens iets leuks doen. Terwijl ik denk... Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, als dit een paar keer ingespeeld is, dan lachen mensen zich gek, volgens mij. Nee, maar toen ga je net doen alsof ik over kritiek heb op de voorstelling die ik helemaal nog niet gezien heb. Dus ik kan helemaal geen kritiek erop hebben. Volgens mij, en je zei ook een stap verder. Volgens mij is het helemaal geen stap verder. Nee, maar een stapje, of stapje overslaan kun je het ook noemen. Maar denk van, waarom ga je met z'n zes niet het Koninklijk Huis nadoen? Ja, kan ook. Ja, een goed stuk spelen met z'n zes is natuurlijk hartstikke leuk. Als we die opdracht zouden krijgen, zouden we ons er kapot aan werken. En er veel plezier in beleven als we het stuk zagen zitten. Wanneer gaat het nu in première eigenlijk? 25 maart. Maart. De weken spelen we overal. En dan de 24 komende week zijn al hele echte voorstellingen. Mooie, prachtige voorstellingen. En alleen de kranten mogen de 25 maart. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wil de aanleiding nog even uitnodigen om naar de bank te gaan om dit hele fijne avondje af te sluiten. Ben je nou ingestort of niet? Nee, helemaal niet. Ingestort? Oh, je kijkt me aan. Ga je mee met me? Nee, maar het is meer dat je nog duizend dingen... Ja, het gaat zo snel. Doorkletsen, ja, zoenen en een beetje... En het zoenen doe je af. Een harde applaus, mensen. Dat kan niet veel met jullie bij. Zingen! Oh, zingen! Want ik had namelijk een speciaal verzoekje, want we zijn al ver over onze tijd heen. Ja. Adelheid, ik vond het erg leuk om je even weer hier bij me te hebben. We kennen elkaar wel redelijk goed, eerlijk gezegd. En ik weet, je weet, ja, we kennen elkaar wel redelijk goed. En de eerste keer dat ik echt heel erg verliefd op je werd, was tijdens een voorstelling van Purper, waarin je een lied zong. En ik heb gevraagd of je dat lied tot slot van deze avond zou willen zingen. Het is ook zo'n toepasselijk nummer. En ik wens de mensen al heel erg wel te rusten. En ik zou zeggen, laat maar gaan lekker slapen met de mooie muziek en de stem van Adelheid Roos die voor ons gaat zingen. Kom hier liggen. Oh god, ik wou het. 12 jaar geleden, jongens. Hij probeert het gewoon. Ik heb het geschreven op Titus. Ze heeft het geschreven op Titus. Op Titus? Hoe bedoel je op Titus? Nee, man. Wat bedoel je op Titus? Nee, alsjeblieft. Toen lag je op Titus. Toen heb je het geschreven. Nee. Mag ik jouw Titus zijn? Kom maar, kom op maar liggen. Heb je op Titus gelegen toen je het verzon? Nee. Kom maar. Zo. Maar kan je nou nog ademhalen? Ja, ik kan wel ademhalen, ja. Doe, ik heb geen hersenschudding. Oh god, dan weet ik mijn toon meteen niet meer. Toon voor Adelheid Roos, jongen. Doe even die intro, jongen. Dat kan Adelheid er ook in. Er is zomaar een man in slaap gevallen. Nou vraagt u mij wat daar zo mooi aan is. Ten eerste was het dus een prachtig lichaam. Dat ten eerste. En daarbij komt jezelf zo uit de stallen. Dat is uitbundigheid die mij volstrekt verstomt. Hij lag zo bloot, die man zo bloot te wezen. Je vraagt je af, hoe komt die man daaraan? Ik wist gelijk, die is van God gezonden. Yes. Ja, dat wist ik. Zo onbeschermd en toch zo niets te vrezen. Hij kwam voor mij, hij had zich over mij ontfermd. Ik was verbaasd, verbaasd, dat is het woord. Mijn eigen blik had mijn gezichtsveld steeds verstoord. Ik was verbaasd, ik had gewacht. Op hem had ik gewacht. Ik was vervuld in alles wat verlangde. Er was geen wens die in mijn hoofd nog taalde. Nee, geen enkele. Ik was verknocht aan alles wat hij bracht. Ik wist niet dat het er zo uitzag. Wat ik zocht.
Er is zomaar een man in slaap gevallen. Er is zomaar een man in slaap gevallen. Heel mooi. Dank, bedankt. Wij zien elkaar zaterdag weer met een nieuwe laatste leeuw. Wel terug voor het volksvitaal. Leuk.